Oké. Okay. Oh, die heb ik er ook uitgetrokken. Daar mag ik thuis ook nooit tuinieren. Lekker met de handen in de aarde. Tijdens de landelijke NL Doet actie wordt vooral het onkruid uit de moestuin getrokken. Bij woonzorglocatie De Wilgelpas. Zodat hij weer klaar is voor het voorjaar. Ja. Aardbeien? Wilde aardbeien. Oh, heel wild zijn die. Meneer Pennekamp, had u nou net de aardbei uit de grond getrokken? Ik geloof dat dat de enige is die ik heb laten staan. De rest is goed gelukt. Oké. Okay. Maar deze moestuin is met of zonder aardbeien van groot belang voor de bewoners van De Wilgelpas. Juist voor de mensen als activiteit van de zomer. Met elkaar kunnen kijken naar hoe dingen groeien. Met elkaar kunnen planten, oogsten om weer te gaan eten met z'n allen in de gezamenlijke zaal. Dat is juist die verbinding is heel mooi. Wat gaat er straks in de grond hier? Nou, er staat al het een en ander. Wat kruiden, wat aardbeien, wat bessen. Achter de ramen bij collega's worden al boontjes en dergelijke zaadjes. Ze hebben radijsjes. Nou, vooral veel kleine dingen die je gewoon met de hand lekker kan plukken en zo kan opeten. We eten iedere dag vers met de bewoners. En dan zijn dit soort aanvullingen juist hartstikke leuk. Terwijl de vrijwilligers samen met de wethouder druk bezig zijn, worden de bewoners kostelijk vermaakt binnen. U heeft het goed voor elkaar, want de wethouder die zit buiten met de handen in het zand en u zit hier lekker binnen. Ja, ja, ja. Maar ik ben ook 40 jaar ambtenaar geweest, dus heb ik wel verdiend.